ex-financiën minister Gilmour Hoefdraad moet van het Hof van Justitie 12 jaren achter de tralies. Hoefdraad kreeg ook een geldboete van 500.000 SRD opgelegd of nog 12 maanden celstraf. Advocaat Merwin Dubois zegt aan de redactie dat de verdediging hoger beroep zal aantekenen. De ex-functionaris kon volgens zijn advocaat vandaag niet aanwezig zijn tijdens de zitting. Waarnemend procureur-generaal Garcia Parasing heeft het Hof van Justitie gevraagd het verzet vervallen te verklaren. Het Hof heeft de aanvraag aanvaard omdat Hoefdraad niet is verschenen, waardoor het verstekvonnis kon worden bevestigd. De vervolging stelde vorig jaar dat het is bewezen dat Hoefdraad het brein is geweest achter het financieel benadelen van de staat door zich schuldig te maken aan deelneming aan verschillende misdrijven waarbij miljoenen Amerikaanse dollars buit zijn gemaakt. De verdediging zei eerder te verwachten dat er vrijspraak zou worden gevorderd.